Wat ik wil hier eigenlijk te doen? Ja, ik wil net Kees iets gaan vragen. Oh? Ja. Vind je het goed? Ik wel. Oké. Okay. Zijn we klaar voor? Ja, Kees, hij moet er klaar voor zijn. Kees Jansen op de achtergrond. De heren Jansen, dat betekent dat je geen gespleten persoonlijkheid hebt, maar dat je het met z'n tweeën doet. Ja, dat klopt. Met wie exporteer je dit prachtige bedrijf? Met mijn partner Patrick Verteurnhout. En sinds bijna 11 jaar nou. 11 jaar hier op dit... Dit is een bijzondere plek. Ik heb me ooit eens laten vertellen dat het pand waar jullie nu in zitten, de heren Jansen, dat dit een oude burgemeesterswoning is geweest. Daar hebben ze mij ook al eens ooit verteld. Ja, in 1792 gebouwd. Dus mooi pand. Zeg, het wordt al wat frisser. De R zit in de maand. Maar ik zie als eerste als ik hier langskom, 2 terrassen. Aan de zijkant of aan de kopse kant. Die kopse kant, daar staat de zon nou op. Hoe lang exploiteer jij zo'n terras? Eigenlijk heel het jaar door. De luifel die er boven hangt, die kan naar beneden. Er zitten kachels onder, dus de mensen kunnen gewoon lekker warm bij de kachel buiten blijven zitten. Eigenlijk heel het jaar door. Nou, we zien nu op de achtergrond natuurlijk ook allemaal... Hey! zien we allemaal mensen voorbij komen rijden, heel veel verkeer. Dat betekent dat er heel veel verkeer bij jullie langskomt. Ja. Hoeveel verkeersbewegingen zijn er zo per dag? Ja, ongeveer 9000 per dag, denk ik. Van voetgangers tot vrachtwagens, alles wat er voorbij komt eigenlijk. En die moeten bij jullie langs? Ja, in principe als ze hier door Helvert rijden, dan moeten ze hier langs. Ja. Waar zijn jullie nou beroemd of berucht om? Beroemd of berucht om? Hebben jullie een speciaal, want je hebt de cafetaria, je hebt café, je hebt restaurant, je hebt lunch, je hebt terras. Je hebt zelfs nog een ruimte waar je feesten en partijen kunt houden. Maar waar ben je nou beroemd om? Waar zijn wij nou beroemd om? Dat is een hele goede vraag. Ik zou het zo... Ik zou de klanten moeten vragen. Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. Die kennen de beste mening geven. Ja. Ja, maar ik heb al een hele hoop genoemd. Cafetaria, lunch, diner. En tot de laatste keuken s'avonds open. Tot 8 uur. Wij draaien lunch van 12 tot 5. En van 5 tot 8 draaien wij avondkaart. Is het aan te bevelen? Want hij heeft nog niet gegeten in de nier. Ik denk het wel. Bent welkom. Je kunt daar aanschuiven als je wilt. Kijk eens aan. Ik moest daarvan een vragen. Ja. Ja, dan moest ik bij jou. Hij durft er zelf niet. Nee. Ja, maar goed. Er zijn natuurlijk heel veel mensen vanuit het dorp Helvoort, waar we nou zitten, die de weg naar jullie weten te vinden. Ja. Maar we hebben hier natuurlijk ook verschrikkelijke mooie fietsroutes. Ja, we zitten hier midden tussen de Loons en Drunense Duinen en aan de andere kant Oosterwijkse Bossen en Wennen. En daar zitten we eigenlijk midden tussenin. Dus heel veel fietsverkeer, heel veel gewoon verkeer die altijd die plekjes opgezoek hier in de buurt. Ja. Hoe ziet jullie kaart eruit? Wat kan ik verwachten als ik hier s'avonds ga eten? Doen jullie mee met de verschillende seizoenen? We hebben het aspergeseizoen achter de rug. Ik denk dat vorige week de laatste mosselen uit de pan zijn gekomen. En dan komt dadelijk de winter- en herfstperiode weer aan, waar we ook weer wild op de kaart gaan zetten. En zo gaan we elk seizoen de producten presenteren op de kaart die voor het seizoen gelden. Ja. Mensen hier naartoe komen, hè? Die zitten nou te kijken naar, die kijken natuurlijk dat wij aan het zwerven zijn. En die willen toch een keer hier een vorkje komen prikken. Is dan reserveren aan te bevelen of kunnen ze gewoon naar binnen doen en joh, niet maar, we gaan lekker even aan de bar zitten? In principe hoeven ze niet te reserveren, alleen in de weekenden is de toeloop af en toe zo groot dat dan wel gewenst om te reserveren. Dan hebben ze niet zoal zeker een plekje. Hoe zit het? Want ja, ik denk, als ik die R in de maand heb, denk dan ook meteen weer aan carnaval. Hoe doe je het met carnaval hier? Carnaval doen wij hier gezamenlijk met mijn collega hier, de Bolle Keizer. En hebben wij de laatste 3 jaar altijd in de sporthal gedaan hier, maar die wordt nu afgebroken. Want er komt een nieuw Helvoorthuis. En daar zijn wij nou mee in gesprek om eventueel de carnaval daar in het Helvoorthuis weer voor te zetten zoals de laatste 3 jaar. Precies. Komt er maar gewoon voor mij op, meneer. We staan hier namelijk op de fiets. Hij weet ook niet waar hij moet staan, die cameraman. Nee. Nou, daar heb ik ook helemaal niet op gelet. Normaal gesproken knippen wij het eruit, maar we zijn aan het zwerven en we laten gewoon alles zien wat we tegenkomen. Hey Kees, jullie zitten hier 11 jaar in, maar je bent al 23 jaar, zeg ik dat goed? Of? Januari 28 jaar horecaondernemer. 28 jaar horecaondernemer, want je hebt in het dorp al eerder een zaak gehad. Welke was dat? Het passantje op het Vincent van Goghplein. En daar is nou compleet een nieuwbouw gekomen. En daar ben ik toen weggegaan, was mijn huurcontract afgelopen. En toen kwam dit op ons pad. En dit is het plekje waar je ooit uitgedragen gaat worden? Ik denk het wel. Valt goed. Valt heel goed, ja, heel goed. We hebben er nog steeds geen hekel aan. En we hebben trouwens echt onze plek gevonden hier. Ja. Nog één keer resume. Cafetaria, café, lunch, restaurant, terras en een ruimte voor een mannetje of 60 feest te vieren. Ja, klopt, helemaal goed. Ja, klopt. Dankjewel, Kees. Ja, graag gedaan.